In Schiedam-Groenoord zijn gisteravond twee busjes uitgebrand. Om 11 uur enorme knal. Ik was bijna in slaap gevallen. Toen ben ik eruit gegaan. Niks te zien nog. Maar sigaretje opgestoken. Na een paar minuten enorme vlammen eruit. Dat is ook in een paar minuten gebeurd eigenlijk. We hebben eigenlijk twee scenario's hebben we gehoord. We hebben gehoord dat er vier jonge mannen hier zijn geweest. De boel in de brand hebben gestoken, hard weg zijn gerend. We hebben eigenlijk van de getuigen weer aan de overkant gehoord dat er een auto heeft gestaan met een persoon erin en die op en neer is gelopen en dat daarna de knal kwam en daarna ook de auto weg was. Dus ja, geen idee zeg het, maar wat is het ware verhaal? Van wie zijn die busjes? Van mijn klant. We staan hier voor reparatie onderhoud. Wij doen heel veel voor taxibedrijven en voor de ambulance dienst onder andere doen wij repareren. Ja goed, de auto's staan hier voor vandaag voor onderhoud. Heb je zelf de politie gebeld of waren ze er al? Nee. Je hebt toch wel een alibi, hoop ik, hè? Ik stond in mijn flanelletje boven. Ja. Ik zeg, ik lag bijna te slapen. En normaal sta ik er niet voor op, want die knallen horen hier vaker. Maar dit was wel een enorme knal, hoor. Maar wat die man waarschijnlijk heeft gehoord, is het ontploffen van de banden. Ik ben blij wat dat betreft dat ze het op het hoekje hebben gedaan en niet bij het pand. Want als het pand in de brand was gegaan, was het niet te overzien geweest.